Genderstereotypes zijn overal nog steeds enorm aanwezig. Ze hebben soms een grote invloed op de keuzes die we maken. Deze stereotypes leggen hindernissen op voor de vrije ontwikkeling van jonge mannen en vrouwen. Maar ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt hierdoor versterkt. Aangezien het een invloed heeft op onze samenleving, nam ik een kijkje in het leven van twee sterke vrouwen die zich niet lieten beïnvloeden. Ginny heeft een enorme passie voor paarden en is ondertussen al 3 jaar hoefsmid. Ik ben eigenlijk op het idee gekomen om hoefsmid te worden. Eigenlijk pas dat ik Xander gekocht heb en de hoefsmid moest langskomen. En ik was er eigenlijk zo door gefascineerd hoe dat die bezig was met de paarden en zo. Dat ik dacht van, oké, deze wil ik ook gaan doen. En ja, uiteindelijk toch begonnen aan een 2-jaarse opleiding. Sarah is al vele jaren brandweervrouw bij de brandweerzone Vlaams-Brabant-West. Ik ben brandweervrouw geworden omdat het mijn heel uitdagende job leek, die ook heel afwisselend is. Die, oké, mijn momenten wel best stressvol is, maar het teamwork erbij, hè, je bent ook nooit alleen, want ja, je bent minstens met twee en moest je eens iets vergeten. Dan komt de andere er ook wel op. Hè. Niemand is perfect, je vergeet altijd wel iets. Dus die aspecten, die voldoening dat je eruit haalt, ja, eigenlijk maakt dat toch wel de mooiste job in de wereld. Die dat ik dan persoonlijk toch wel voor de rest van mijn leven wil doen. Gewoon. Als ik begon aan mijn opleiding, was ik het enige meisje dat daar zat. En ja, dan krijg je wel zo'n beetje rare blikken toegeworpen van de leraars en de leerlingen. Nee. Buiten op de opleiding zelf, buiten die rare blikken in het begin, maar die waren eigenlijk al na een paar maanden, begon dat wel beter te worden. Uiteindelijk zijn we ook maar met 2 afgestudeerd van de 18 dat begonnen. Dus dat was dan wel fijn om te laten zien van oké, ik ben hier een meisje en ik kan dat ook wel. Er zijn ja, weinig vrouwen, maar dat is in opmars, denk ik. En ja, er zijn er gewoon te weinig. In Brussel bijvoorbeeld zijn er ongeveer 1000 pompiers en ik denk, geloof ik, een 6,5-8 vrouwen. Hier zijn we nu voorlopig met 2 vrouwen. En ja, wij zijn eigenlijk voorlopig de enige overgebleven hier in de kazerne. Of ik moeilijkheden ervaarde in het begin? Nee. Want eigenlijk geldt dat voor iedereen. Je moet je bewijzen. Punt. Ik wil dat echt een atypisch genderberoep blijft voor de rest, maar echt gediscrimineerd ga ik het niet doen. Meer.